Dit jaar heeft bouwbedrijf De Vree en Sliepen gekozen om de kamers van het Hospice Tiel gratis op te knappen. Hospice Tiel verleent palliatieve zorg. Dit is zorg voor mensen met een beperkte levensverwachting, waarbij medisch gezien geen genezing wordt verwacht. Hospice Tiel maakt organisatorisch deel uit van Zorgcentra Rivierenland en is gevestigd in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. Dit jaar hebben we gekozen voor het hospice hier in Tiel. We hebben dit jaar uiteraard ons jubileumfeest. We bestaan 125 jaar. En we hebben onze relaties gevraagd om in plaats van een cadeau een bijdrage te doen voor dit maatschappelijk project. Er zijn hier een aantal kamers die we willen opknappen. En we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk van te realiseren. Uiteraard dankzij onze relaties die het mede mogelijk maken. Zo'n 6 jaar geleden hebben wij de laatste levensfase van mijn schoonmoeder hier ingezet. En toen hebben we lang nagedacht, is de hospice wel de goede plaats om dat juist te gaan doen. Achteraf hebben wij hebben de keuze toen gemaakt en achteraf is het een hele goede keuze geweest. Het is natuurlijk het beste om te sterven in je eigen omgeving. En de hospice Tiel probeert dat op een zo goed mogelijke manier na te bootsen. En dat doen ze met heel veel vrijwilligers, met echt goed opgeleid vakkundig personeel. En zowel mijn schoonmoeder als wij zelf hebben daar een hele grote steun aan gehad. We zijn heel blij dat er vanuit de kant van De Vree en Sliepen vanwege hun jubileum zoveel geld is verzameld. Wat nu kan worden besteed aan het opknappen van de kamers. En dat past in het geheel, want onlangs hebben de vrienden van Ziekenhuis Rivierenland, waar we altijd al een goede relatie mee hebben, de algemene ruimte opgeknapt. En nu kunnen we de kamers, dus de bedkamers, ook nog opknappen. En dat is toch heel mooi in deze tijd waarin het allemaal een beetje krimp is en de zorg financieel wordt uitgekleed. Dus een heel mooi resultaat in deze tijd.